Dag, iedereen. Welkom bij Derailleur, de wielerpodcast van PIX. Het klassieke voorjaar dat ligt achter ons tijd, dus voor een terugblik. en Dat doen we met Serge Pauwels, coach bij Belgian Cycling en een van onze vaste analisten. En met Quinten Hermans van Alpecin de Koning. De ploeg van het voorjaar, toch, Quinten? Als je ziet, naar ja. de kwaliteit van de zegens bij Alpecin de -König. Ja, Nu mogen we dat wel stellen, toch? Hè. Ja. Uh, nu het gedaan is. Ja, drie monumenten. Ja, en ja, op elk monument iemand op het podium dan ook, dus ja. Ja, dan kan uh, stel dat het wel de ploeg van het voorjaar was, toch? Dus hier ziet ook een trots lid van Alpes in de Keuning. Ja, jawel. Ja, ik, uh, allee, het is toch een stukje. Of ik heb toch een kleine bijdrage kunnen doen hier en daar. En uh, je hoort ook bij dat geheel. Dus dat is altijd wel, uh, wel fijn, natuurlijk. Ja. Ja, ik kwam er in dat voorjaar, om het zo te noemen. vanaf de Brabantse pijl. Ja. Dan was er al heel wat ja. gebeurd, natuurlijk. Hoe had je dat dan mee gevolgd? De winst van Mathieu in de ronde en Roubaix en Milaan Sanremo dan met Jasper Philipsen? Ja, die jongens rijden wel heel andere voorbereidingskoersen. Maar je komt elkaar wel dikwijls tegen op stages en op, uh, op, uh, op andere gelegenheden. Dat je elkaar dikwijls uh, pad kruist Ik ga met Jasper ook dikwijls... Hij uh, won met mij een dus ik ga ook dikwijls uh, trainen. En uh, ja, je volgt dat wel echt op, uh, ja, op de voet eigenlijk. Uh, maar... Uh, ja, dat is fijn om daar om van, van zo kort bij mee te maken. Ja. Ben je ook lid van die trainingsgroep van Jasper? Perfection? Nee, eigenlijk en de, niet. zorg voor een beetje tussen verschillende groepen, tussen de oren. Ja. Serge, het is nogal een voorjaar geweest voor die mannen eigenlijk. Ja, en uh, nu spreekt hij nog niet over wat hij zelf gepresteerd heeft, maar hij heeft een rit gewonnen in, in het Baskeland. Klopt. En ik heb zelf een aantal keer Baskeland gereden en dat, dat komt bij ons niet zo vaak op televisie of daar wordt misschien minder aandacht aan geschonken. Maar ja, ik weet wel uh, dat dat bijna het hoogste niveau is dat je in, in de World Tour kunt hebben en om daar een rit te winnen, dat is, uh, ja, dat is, dat is zelf ook wel uh, heel, heel sterk. Ja. Dat was een sprint van een uitgedunde groep toen in het Baskeland, uh, Quinten? Ja, uiteindelijk was het toch een redelijk grote geroldige... groep. Ik was wel goed die dag. Omdat het was eerst een uitgedoende groep. Er is wel wat volk teruggekomen, ik ging altijd wel van voor uh, bij de eerste groep eigenlijk. En, uh, en ja, ik denk dan op zo van die dagen, dat is altijd inderdaad wel een selectief parcours. Er en, en wordt de hele dag wel hard berg opgereden dat gewoon... Want echt heel snelle jongens zijn er niet. Dat gewoon is degene die de frisse benen heeft dan de meet nog, eigenlijk. Uh, die, uh, ja, die dan dikwijls sprint wint daar. Ja, en dus een uh, fraaie zege die je toch... Uh mij naar de rest van het jaar, ongetwijfeld. Ja, jawel, het was ook wel plezant om achteraf te vernemen. Dat echt, het was al 33 jaar geleden of zoiets, dat nog een Belg in Baskeland had gewonnen. Dus uh, ja, dat was wel uh, uh, het was maar iets kleins, maar dat is een wel fijne statistiek om, uh, om mee te nemen. Ja, ik, om, om dat uh, te weerkaatsen naar mezelf. Ik, ik heb bijvoorbeeld ooit eens een top 10 gereden in een rit in Baskeland. En ik, ik, ik vond dat nog altijd een van mijn beste ritten dat ik ooit gereden heb. Dat was wel in de, in de Koninginrit. Maar om maar te zeggen, ja, dat niveau daar, het zijn, al e het zijn eigenlijk alleen maar klimmers. Mm -hmm. uh, en de beste klimmers van de wereld. Dus, uh, en, en, ja, de, de... ja, dat wordt gewoon heel een dag echt... Uh, ja. Ja, het is een beetje ja, tegen elkaar op, zo hard mogelijk naar boven rijden. Uh, dat maakt altijd dat dat wel een soort van uittuning is en veel slijtage op het einde van de koersen. En ja, dat maakt het wel dus gewoon, denk Ik denk dat misschien wel de lastigste Ronde is, de ronden ronde mm -hmm. uh, van, uh, van de week. Ja. ja, want bij ons raakt dat dan een klein beetje ondergesneeuwd door uh, het uh, Vlaamse werk, de Kassei-klassieker, die op hetzelfde moment haast uh, worden gereden. Um, maar het is wel een belangrijke koers natuurlijk, in ja. ja, en het, het zit eigenlijk uh, denk letterlijk tussen de Ronde van Vlaanderen en Parijs-Roubaix. Dus die combinatie met die klassiekers is ook niet mogelijk. Het zijn andere renners. Ik denk dat Mario Aarts in de tijd wel uh, soms nog van s avonds de vliegernaam van Ronde van Vlaanderen naar het Baskeland. En maar ja, goed, dat is nu ook al 25 jaar geleden of zo. Um, maar ja, jammer genoeg. Uh, het was het nieuws uh, dat uit de baskeland kwam, was dan uh, dat, uh, dat er die, die zware val is geweest, dat was eigenlijk het, uh, ja. het hoofdnieuws uh, dit jaar uit het baskeland. Ja. Dat's Helaas ook een rode draad door het uh, voorbije voorjaar. Uh, stevige valpartijen, al dan niet omdat er grote namen bij lagen en uh, er een hele tijd uit liggen. Um, ja, is daar een verklaring voor, Quinten? Uh, ik hoorde jou zeggen na die massale valpartijen in het Ja, we zoeken te hard onze limieten op. Sta je daar nog altijd achter? Is dat nog altijd je mening? Ja, ik... achteraf hebben we al die beelden ook wat terugbekeken. Het was ook wel een tricky bocht. Mathieu Borgodo zat in de vroege vlucht en die mist ook zijn bocht daar. Uh... Alleen ja, die, heeft, allee, die rijdt naar bossen en komt iets later terug uh, op de weg. Mm -hmm. uh, dus er moet ook wel iets mis geweest zijn met een bocht. Maar als Pilaton meer relax zou zijn, zouden misschien ja, minder zo Maar ja, ik weet niet, zo naar die... over die toppen tegenwoordig, dan blijft dat zo'n bolletje en dan wordt wat vechten voor positie. Voor, allee, voor zo weinig mogelijk energie te verspillen beneden als je terug op de vlaggen komt. En... Ja, dat, daar zit zo geen lanen meer in van, ah, oké, okay, de, degenen die aan het controleren zijn mogen gewoon voorblijven. Iedereen wil er graag in die afdaling op een veilige plek. Daar word je echt aan op kop te zitten. Maar ja, achteraf blijkt toch dat dat niet zo super, super veilig is. Ja. Nee. En is dat ook een deel van de oplossing, een andere mindset? Of niet? Ja, dat is wel Om moeilijk. Als We het over die veiligheid hebben en, en die zware crashes toch die, uh, die gebeuren Ja, kunt u eigen mindset uh, veranderen, maar... Ja, ik ging ook, ook daar op dat moment. Ik was ook voor die plek aan het vechten, dus ik kan het ook niet echt goed horen. Ik heb het zelf ook gedaan eigenlijk. Dus ik hoor waarschijnlijk bij die renners bij die graag van voor zitten en, uh, en zo weinig mogelijk energie verspilt op die momenten in de koers. Uh, maar ja, het is misschien... Uh, ja, dan moet het echt vanuit de renners komen en dat is altijd in het verleden al moeilijk gebleken om daar iets aan te passen, denk ik. Ja. Ja, ik vind dat ook een hele moeilijke, maar het is, het is wel een, een pertinent probleem hè? En, en het wordt precies alleen maar groter. Mm -hmm. um, maar ik denk wel dat de oplossing echt wel ligt in, in de mentaliteit en de mentaliteitsverandering van de renners. En ik denk dat dat ook wel haalbaar is. Er zijn nog mentaliteitsveranderingen geweest in het verleden in, in het wielrennen. Denk maar allee, de helmplicht. De, de helmplicht, he? ja, twintig jaar geleden, was geen enkele prof. Die op training met een helm reed. En, en nu is er geen enkele prof die nog zonder helm. Ja. Uh, mm -hmm. ook al maar vijf kilometer met zijn koersfiets zou rijden. Dus ik denk dat dat mogelijk is. Maar ja, je moet echt wel de verantwoordelijkheid bij de renners gaan leggen. Uh, en misschien wel bij de individuele renner. In de zin van. Ja, misschien moet je wel echt renners gaan, gaan straffen voor valpartijen of valpartijen veroorzaken. Uh, ik heb het net ne meegemaakt ook in, uh, in Heroica. in een, een Nations Cup wedstrijd. Voor juniores in Italië, waar een renner uiteraard uh, ongewild een, een valpartij veroorzaakt, vooraan in het peloton, een beetje zoals uh, onze Rus die vorig jaar in de Ronde van Vlaanderen ook die valpartij met wel eens veroorzaakte. ook, ja. Uh, ja, en die wordt dan toch twee dagen later door de jury uit koers gehaald, uiteraard op, op basis van een klacht van een andere ploeg. Uh, het is alleen een beetje ongelukkig dat er daar geen consequentie in zit bij de UCI, hoe dat ze daarmee omgaan. Maar ik denk wel, eerlijk gezegd, ben ik, niet, ben ik geen tegenstander van het bestraffen in een zekere zin van of het, 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 een systeem met gele en rode kaarten van, van valpartijen en valpartijen veroorzaken. Ik, ik denk echt dat daar de oplossing gaat ga liggen. Want ik geloof niet zo in, uh, in uh, bijvoorbeeld uh, airbags of, of, of dingen die. Die misschien een vals gevoel van veiligheid gaan, gaan creëren. Want ja, stel dat iedereen met een airbag gaat rijden, ja, welke schrik ga je dan nog hebben om, om te vechten voor positie? Ja, er kan me toch niets over komen, want ja, ik heb mijn airbag aan. Ik... Zou dat jou een vals gevoel van veiligheid geven, uh, Quinten? Zo'n airbag-systeem waar aan ontwikkeld zou worden, op dit moment zelfs? Uh... Ja, ik denk dat er, wel, denk dat er al uh, ja, voor de motor en zo al, al dergelijke systemen zijn. Ik denk ook niet mm -hmm. dat dat helemaal zo zwaar moet zijn, maar dan blijft de vraag van, eenmaal die airbag is afgegaan door een ja. kleine valpartij, hoe ga je verder rijden? Mm. Uh, dus dat lijkt me niet echt een goede, ja, er een, een goeie... ja, kan over nagedacht worden en innovatie is heel belangrijk ja. daarin. Dus ik denk, als er, uh, ja, als er een zo'n systeem kan komen dat veiligheid beter maakt, uh, uh, met alle plezier hè, uh, mm. dan zou ik er zelf ook nog voordeel mee kunnen doen. Uh, maar uh, dat is echt, goed, uh, iets goed om over na te denken, maar Waar nog weinig, of waar ik net aan aan het denken was, waar nog weinig bestraft wordt. Wat vroeger, vroeger een paar jaar geleden toch, dat fietspad, je mocht ja. niet meer over het fietspad. Dat wordt nooit, dat wordt niet meer bestraft. Sinds vorig jaar hebben we daar bijna geen één boete meer zien voor verschijnen. worden geen renders meer het koers genomen. Uh, alleen als je achter het publiek verzaaid geraakt. maar er zijn zoveel. We mogen eigenlijk alleen de rijweg gebruiken als het fietspad niet aanslaat. Maar nu tegenwoordig uh, komen ook gewoon coureurs langs het fietspad voorbij. Ze hebben helikopterbeelden. De jury kan vrij snel daarop ingrijpen. En als we ja, als je dan echt verder gaat denken, als je daar een soort boetesysteem gaat opzetten of iets met geel of verholde kaarten. En als dan de UCI zo fair is om die boetes in een grote pot te houden, en dat we dat kunnen insteken bij de ontwikkeling van veiligheid zoals airbags en zo, dan vind ik dat een fijne bijdrage als wielrenner. Uh aan uw sport eigenlijk. Hè. Dus je voelt er ook wel wat voor, voor zo'n systeem. Dat, uh, ja, ik denk dat iedere wil wel ik in denk minder wel. of meerdere mate bestraffend is af, afhankelijk van het vergrijp, om het zo te noemen. Ik denk dat wij een zo veilig mogelijke sport willen. Uh -huh. En als dat nu met Airbags is of met, yeah. of met andere middelen, denk ik gewoon dat we in het algemeen globaal moeten kijken. Maar het is, oh, het is geen gemakkelijke puzzel om te leggen. Nee, maar. nee. En uh, het is altijd zo, het is wat je zegt, hè. het gaat altijd, altijd om saving watts zoveel mogelijk energie sparen. En als de rest uh, het heel veilig doet, ja, dan ga ik misschien toch degene zijn die nog rap voorkruipt. En, en zo denkt iedereen natuurlijk. Hè. Dus ik uh, ja. denk, denk dat er een, een oplossing kan zijn, maar dan moet de UCI heel consequent zijn in het, in het naleven van, van de maatregelen, of in, of in het bestraffen ja. van maatregelen, mm -hmm. zoals dat fietspad, uh, het gebruiken van het fietspad enzovoort. En dan moeten ze misschien een keer uh, 140 renners in een belangrijke world -tour -koers uit het uh, koers halen. En dan zal het misschien niet meer gebeuren. En, en, en zo kun je aan iets werken, maar niet een keer sporadisch omdat het in beeld is gebracht iemand bestraffen en dan uh, ja dat, dat, dat het is dat toch zeker uh, beboeten. Uh, ja. En dan ja misschien ja, zo'n geel-rode kaartensysteem als je de tweede keer doet dat je ook effectief uit koers kunt gezet worden ofzo. Ja, ja. Maar ik vind vooral beboeten en als dan er een duidelijk signaal komt, want ik vind nu dat er wel dikwijls frustratie is bij renners van we krijgen boetes uh, af en toe voor ja, heel kleine onschuldige dingen die in de koersen gelijk uh, een bidon uh, aan de auto ja. ja ik zie sommige renners daarvoor geboet worden dat eigenlijk helemaal niks fout mee is en dan andere die komen ermee weg, dus er zit altijd zo uh, 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 het wordt niet altijd even fair toegepast, ik het zo mm -hmm. zeggen. De bidon collé maar als er dan kan aangetoond worden dat ze met dat geld ook effectief iets kunnen bereiken door de, voor de veiligheid in de koers beter te maken, dan denk ik dat de renners ook uh, wel met plezier, met plezier misschien veel zeg, maar met plezier uh, die boete betalen. Uh, als er iets mee gedaan wordt. Maar nu is het veel van zo precies, ja, nou, we moeten nog wat geld verzamelen. En dan, uh, er is frustraties rond die boetes in het toepassen ervan, volgens mij. En, en de gradatie, of, of hoeveel dat ze toepassen en, en waar dat geld naartoe gaat. En ik denk, als we daarin. Oké, okay, je hebt op het fietspad gereden, je moet daar een boete voor betalen, maar we gaan wel dat geld herinvesteren. Ik denk dat dat een gezond systeem is waar iedereen wel zijn bijdrage. Maar daartegenover moet dan wel een gele en rode kaart. Want dan denken ze misschien: van... Oh, ik kom er met 150 euro vanaf, maar ik mm -hmm. zit hier wel op de plek dat ik moet zitten. Dus, ja. Uh, ja, dat heb ja, je dan 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 ook. Dan krijg je ja. dan ook. Ja. Ja. ja, interessant om over na te denken. En hoe dan ook, de discussie is wel nodig, lijkt me. Als je dat hoort, de stemmen uit het peloton zijn daar, daarover wel eens. Er is ja, iets nodig om uh, wat verandering te krijgen. Ja. Uh, Adam Henson is nu aangesteld als, al hij is vorig jaar al aangesteld als CPA verantwoordelijke mm -hmm. daar. En je voelt dat daar wel iets aan het gebeuren is. In is dikwijls op de koers uh, heeft graag de meningen van de renners, uh, is altijd bereikbaar. Uh, dus ik denk dat ook al in, vanaf daar een, een stap is in de goede richting, eigenlijk. En, uh, ja, dat is moeilijk, dat is moeilijk om dan van vandaag op morgen iets, iets op te bouwen om, uh, om alle koppen bij elkaar te krijgen. Maar uh, ja, daar moet zeker werk van gemaakt worden, denk ik. Ja. Adam Hansen, jij nog mee gekocht, zeker, eh, Serge, jarenlang. Ja, uh, heeft lang bij, bij Lotto gereden, of de Lotto Ploeg, ja. of de, ja, wat daar, de grootste gemene deel van is. En uh, ja heel intelligente kerel uh, die, ja, die zich inderdaad wel heel goed inzet, denk ik nu, en een heel goede visie heeft en daarbij. Hoe Luistert naar wat de renners willen? Ik denk dat hij ook degene was die, die de ingang van Bos van Wellers uh, heeft de chikade heroriënteren ja. hè, op, op vraag van de renners. Um, en, en dat zal wellicht volgend jaar nog beter gebeuren. Uh, nu was het wat kort, dag, maar ja zo'n mannen hebben nodig hè, een beetje visionairs die, die anders denken, of die wel echt een, een visie hebben in, in de koers. Uh, ja. Willen herdenken, want daar komen het op neer. Je kunt niet blijven verder gaan, op de manier waarop we nu bezig zijn, denk ik. In speerwerpen, hebben ze ook ooit een keer de speer moeten zwaarder maken, omdat de atleten uit het stadion begonnen te gooien. De sport is eigenlijk zichzelf aan het ontgroeien. Als je kijkt naar de gemiddelde snelheid in Parijs roubaix was het 47 of zo? Waar dat vroeger misschien 243 was, maar dat is 10%. Meer, en de hè? infrastructuur verandert ook ja, constant. Dus, uh, je moet dat gewoon gaan, gaan in ja. vraag gaan stellen of dat het nog wel op deze manier. Uh, ja. ja Amstel ook, dat was echt. Als je dan weer in Nederland koerst, het verkeersmobilair dat daar, dat daar niet meer accidenten gebeuren, dat, ja. is eigenlijk wonder. Allee, gelukkig, gelukkig dat we daar heel veel kleine wegen aansnijden en dat daar op zich de posities vasthangen op een gegeven moment, maar als daar, zoals in Vlaanderen, Ronde van Vlaanderen, heel veel van de grote weg naar de kleine weg, mm -hmm. gebeuren daar enorm... En er gaan daar heel veel accidenten gebeuren, volgens mij. Ja. Je haalde het net al aan, Roubaix, uh, Serge. Een van de exploten van uh, Mathieu Van Der Poel. Als het van jullie afhangt, de Ronde of Roubaix, wat was het strafste dat hij uh, gedaan heeft? Hmm. Het is eigenlijk vergelijkbaar, ja. want het zijn allebei solo's en... Ja, het is allebei... Uh, van een... Uiterst hoog niveau natuurlijk, maar ja. Jij kent de wedstrijden misschien nog het beste van allemaal. Uh. Nee, ja, ik heb ook niet, uh, allebei nog niet gereden, eigenlijk. Dus, uh, maar ja, nee, ik denk dat het een beetje van dezelfde orde is. Ik denk... Ja, alleen in Roep vind ik de manier waarop om wegrijdt wel vrij indrukwekkend, omdat ja, ja, ja. dat dan toch een strook is waar je... Al het was wel de rugwind, maar in principe... Als je iemand ziet rijden, dan rijd je dan naartoe, toch? Mm -hmm. En dan moet je nog iets later reageren, maar op de vlakken. En dan is er toch nog een, staan: ik vind dat wel indrukwekkend om daar weg te rijden eigenlijk. Ja, het, het is gewoon een plezier om naar te kijken, hè. die gasten... Uh, ja. Dat is echt een, een, een zegen voor de koers. En, en... tegelijkertijd als ik dan uh, Pogachar daarnaast zie in Leuk Bastanakoluk, die overstijgt dat dan precies natuurlijk nog een keer. Dat is natuurlijk ook wel een ander parcours. Maar... Ja, Mathieu die heeft ook zoveel flair en, en dat, ja, dat ziet er altijd goed uit. En, ja, het, is een, het is een hele mooie wereldkampioen. Mm -hmm. hè, want uh, vroeger werd er wel eens gezegd: mm -hmm. oh, het, als je wereldkampioen bent, de, de vloek van die trui. Maar ja, <laughs> daar is bij hem toch niks van te merken. Nee, geen denken aan zelfs. Voelde jij tijdens het crossseizoen, want je hebt ook een aantal wedstrijden gereden, voelde jij toen al: ja, dit is wel een van de beste Mathieu van der Poels die ik ooit heb bezig gezien? Ja, maar dat is dan nog december en dat blijft de cross, dat is iets anders dat is, dat is, dat is een uur. En hij heeft altijd gekund en hij kan heel goed een bocht nemen en dat is een inspanning dat een perfect licht. Maar hij was wel, als je daar zo op terugkijkt nu, dan zie je wel dat dat heel indrukwekkend is. Maar dan zijn laatste cross, het wereldkampioenschap eigenlijk, vond ik dan op minder indrukwekkende wijze. Ik denk dat hij het zelf ook toegegeven dat hij niet meer zo goed was. Uh, maar ja, dat is misschien ver om. Uh, het was moeilijk op dat moment om te zeggen, volgens mij, dat, dat hem zo'n voorjaar terug ging raden. Maar um, om nu terug te zeggen op Pogacar en Mathieu, dat zijn gewoon twee jongens die echt van hun hobby, een beroep hebben kunnen maken precies. Mm. En, en, allah, daar is ondertussen is er veel gebeurd en. en, en voilà. Maar die zijn de essentie blijft voor hun fietsen eigenlijk zo, ja. en, en dat is wel, ver, wel mooi om te zien. Eigenlijk. En dat is, dat is echt waar waar je zegt, want ik, ik probeer dat ook aan die jonge gasten mee te geven. Hè, want die, die zijn al helemaal doordrongen van, van wattages hè, en Strava. En, en heel veel vergelijken met elkaar. En, en uh, zelfs al sommige calorieën tellen en zo. En dat ik denk: oké, okay, maar gasten, vergeet niet dat de, de constante altijd moet zijn dat je fun hebt op de fiets. En dat je graag met de fiets rijdt. En dat is hetgeen wat je ziet ben een Pogacar, bij een Van der Poel, alleen bij een Alaphilippe ook, of, of, of een Valverde geweest, of, of Greg van Avermaet, dat waren allemaal jongens, of zijn jongens die, die gewoon die graag in eerste rijden, instantie ja. hard met een fiets en graag met een fiets rijden. Ja. Uh, en, en dat is superbelangrijk uh, om, us, allee, om, om lang en op een gezonde manier je sport ja. te beleven. Dat, denk ik, ja, dat, dat spat er wel af hè, bij die mannen, dat plezier. Als je Pogacar die solo ook sowieso in Luik, maar ook in uh, de Strade uh, ziet uit zijn benen schudden. En, uh, de supporters nog groet in de absolute finale van de Strade daar uh, ja. op weg naar Siena. Dat zijn ongelooflijke solo's natuurlijk, maar zoals Serge ook net zei, dat, dat, dat komt. Die jongens, die, dat is voor hun geen inspanning om dat te doen. Mm. Dat is geen werk, voor hun is dat geen werk, dat is geen inspanning. En die zijn mentaal zo fris, gewoon als ze, ze doen wat ze graag aan het doen zijn op dat moment. En ik zie in Mathieu en uh, Tadei vooral ook uh, die jongens die constant calorieën aan het tellen zijn, eigenlijk. Ja. Heel raar. Misschien, ook, allah, misschien is dat uh, Pogacar dan zijn, zijn nadeel in de, in de, allah, de grote rondes de afgelopen jaren in de Tour, maar... Ja, dat zijn jongens die, die ook wel eens gewoon stoppen met een koffie en graag iets, uh, allah, mm -hmm. iets, en, uh, allah, iets erbij eten en, uh, en vooral veel genoeg energie willen hebben, omdat ze naast hun blokken dan ook nog amuseren en, en koersen op training En, en uh, ja, die wegen niet alles af en daar... Maar wel, door plezier dat ze er hebben, compenseert dat des te meer. Volgens ja. En ik vind dat heel belangrijk dat dat dan net die magneten zijn voor die jonge gasten. Mm -hmm. Dat dat, ja, hetgeen wat die uitstralen, dat dat, heel, dat, dat een goed tegengewicht biedt aan ja, al het berekende en, en hetgeen wat ze dan ook zien van, ja, wat uh, Visma Lize Bike heeft, heeft neergezet de vorige jaren. En, en een beetje die nieuwe trend of die benchmark, dat ze hebben gezet van, ja, dat calorieën tellen. En, want ja, dat, dat zien die junioren ook en, en daar, dat kopiëren ze ook al op jonge leeftijd um, maar het is super belangrijk om, om daar ook nog een beetje los mee om te gaan en in eerste instantie te genieten van, van de fiets is dat moeilijk om dat evenwicht te zoeken te vinden uh, Quint tussen plezier en uh, professionalisme ja, omdat je moet er ook wel mee je moet ook op een gegeven moment calorieën mm -hmm. gaan beginnen tellen natuurlijk eenmaal dat je daar ervaren is, dan begin je automatisch berekeningen in je hoofd te krijgen en dan gaat dat wel vanzelfsprekender. Maar je moet er ook wel professioneel bij. Je mag je daar niet te hard aan spiegelen. niet die talenten ook niet, omdat je mag er aan spiegelen, maar je moet ook niet te hard, want uh, niet elk lichaam is hetzelfde. Mm. Maar uh, ja, het is uh, het is wel knap om te zien, om, als je soms er in je gedachten misschien soms te hard mee bezig bent, en je kijkt dan naar Matjo op trainingskamp, dan zie je die gewoon plezier hebben. En dan denk je: Oké, okay, eigenlijk, als je plezier erin hebt, dan komt de rest ook wel automatisch. En, moet er, en die werkt er ook super hard voor. En hij doet ook zijn trainingen. En hij doet ook alles voor zijn sport. Maar wel op een plezante manier. En dat voor hem, of, of voor hem mentaal heel gemakkelijk gaat eigenlijk. En ik denk dat dat iets moet, na, dat dat moet nagestreefd worden. Uh, of misschien wel door iedereen eigenlijk, maar dat misschien wel het moeilijkste na te streven is. Ja, waarom ook? Omdat wielrennen net iets is dat je wel 350 dagen per jaar toch echt wel 100% ja. moet doen. Je hebt misschien mm -hmm. maar een dag of 15 dat je echt er niet naar moet kijken, maar, maar het grootste deel van het jaar wel. En dan moet je het een manier vinden die, die voor jou houdbaar is en waar je het echt eh, ah nee, op een goede manier kunt, kunt volhouden. Heb jij Pogatjar eigenlijk zien opschuiven richting La in, uh, in Luik? Quinten? Nee, ja, ik zit altijd. Uh, op mijn to-go-route naar de La Redoute, dat is eigenlijk altijd de linkerkant van de weg. En ik was, ja, dit jaar uh, uh, op een of andere manier ging dat echt niet over daar die kant. <laughs> en uh, ik had veel beter rechts gekomen, want daar zat de ploeg en uh, Axel zit daar, uh, Laurent zit daar, een fantastische job voor uh, Mathieu. Maar ik was een klein beetje kwaad. En links, de meeste bochten dus naar toe en naar rechts. dan komt links altijd ruimte kunnen. Moet je een paar keer trappen zit je gewoon voor. Dat was dit jaar dus niet het geval. Uh, maar ik heb, hem, nee, ik heb hem niet zien uh, opschuiven. Maar ik veronderstel dat het uh, in het wiel was van uh, Novak. Uh... Ja, hij werd ingeleid inderdaad door een ploegmaat. Uh. En dan vertrekt hij: Carapas kan dan nog even mee. maar, uh... ja, maar het, Daar was het Novak pleit aan het beslecht. Ja. Ongelooflijk dat die ploegen de koers in, in de handen pakken. Ja, ze weten gewoon dat ze elke klim hard moeten hebben. Ja. Vind, om eerlijk te zijn vind ik het niet zo plezant om mee UAE te koersen. Mijn nee? ja. <laughs> tactiek is altijd hetzelfde. En dan nu ook, de vlucht was toe, teruggepakt op Molosswa. Volgens mij de eerste al op de volgende. Dat is ja. 80 kilometer voor de meet. Ja, ik hou liever van die klassieke koersen. Dat zo, de vluchters niet tot op de komen moeten gaan, maar toch laten toetalen. Uh, dat er één echte versnelling komt waardoor er een uitdoening is en dan tempo wordt gereden tot aan de volgende klim en daar dan. Maar in de ploegladers, auto's of tijdens meetings is ook al heel veel veranderd de afgelopen jaren. Twee, uh, twee keer is Remco weggereden op Laredoet. Maar niet vergeten, uh, voor Remco dat deed, was eigenlijk. Well, ik zeg niet elk jaar, maar was Laredoet een overlevingsklim mm. gewoon. Daar werd een schifting in gemaakt, ja. maar nooit Beslissing. Nee, er kwamen 50, 60 man ja. makkelijk over. Mm. En niemand dacht eraan van op Lare doet de la, ze dachten, eigenlijk was het een beetje spierballen rollen la ja, ja, ja. Laten zien hoe wie uh, de goede benen had eigenlijk en als we schrik beginnen krijgen aan uh, schrik laten ja. andere schrik aanjagen. Maar en dan was het naar Laroche Foucault over de beslissing want dat was haalbaar tot aan de meet of ja, of Saint Nicolas eh uh, ja, ja, een jaar ervoor. Mm -hmm. uh, maar nu uh, werden we voor de, uh, ik zei ook al, ik zeg Desny volgens mij, de, de vervanger is van uh, Macky Ik zeg, ja, daar gaan ze volgens mij toch al proberen. Dus je begint al een klim te denken. Maar Mathieu dacht al dat Pogacar ging aanvallen op Stockeu. <laughs> dus wij zitten al te denken, ja. nu al daar, waar, het, waar vroeger eigenlijk helemaal geen belang in de koers had eigenlijk. Nee. Dus uh, ja, dat is, dat is, het is een heel ander soort koers nu. Ja, ja. En dat doet Mathieu zelf ook, hè? want wie denkt dat hij al vertrekt op Orsi? Wie denkt dat hij al vertrekt zo vroeg in de ronde van Vlaanderen? Ja. Misschien hadden we dat wel kunnen verwachten, want de voorbije jaren heeft die trend zich al, uh, al langer oh, aangekomen. Ja, 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 ja het spierballige rol is nu die toppers tegen elkaar die een omterlangste solo willen ja. hebben om de om klassieker te winnen. Ja, 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 ja. ja, want uiteindelijk, Bogatsjaar uh, in, in de Strade, 80 kilometer. Daar heeft de ploeg ook uh, heel vroeg, denk ik al, gewoon de gas open gedraaid en ervoor gezorgd. Ja, hun recept is inderdaad, gelijk ja. dat is je zegt altijd hetzelfde. Omdat ze nu eenmaal de beste renner van de wereld hebben. Die ja. elke dag van het jaar goed is. En die gewoon liefst heeft dat de koers zo hard mogelijk wordt gereden. En dat iedereen wordt doodgeknepen. Zodat hij kan gaan op het moment dat, hij, ja, dat iedereen blok zit en hij nog overschot heeft. Mm -hmm. En in Laak zijn ze nog mild geweest, want ik heb <laughs> vorig jaar in Italië de najaarskoers gereden en er zijn er letterlijk vroege vluchten geweest, die maar 50 kilometer voor het peloton hebben gereden, nee. maar dat echt na 70 kilometer koers, dat dan ook gewoon een koers van 200 kilometer, maar na 70 kilometer de vroege vlucht werd uitga al, teruggehaald en waar UAE gewoon tempo rijdt mm -hmm. naar boven om iedereen te versmachten. en dat Pogacar eigenlijk op een gegeven moment gewoon denkt, oké. Okay, nu is maar een moment je demareert en, de en de koers valt in een beslissende plooi. Ja. ja. Eén keer lukte dat plan niet van UAE. Allee, het zal wel meerdere keren niet ja. gelukt zijn, maar in een opvallende uh, koers natuurlijk in Milaan-San Remo kwamen ze eigenlijk een mannetje of twee mannetjes te kort in uh, de absolute finale, omdat ze ook ja, iets te euforisch misschien in hun plan geloofden. Ja, ik denk gewoon dat uh, San Remo een heel moeilijke koers is om dat te doen. Ja. Mm -hmm. ja, die capi's. Yes. Zelfs dus als je er helemaal van achter hangt, kom je met snelheid en zeg eigenlijk gelanceerd tot halverwege al en dan van vooruit je moet je toch al duwen van in het begin eigenlijk, denk ik, dat parcours. En dan richting die, uh, richting Gipressa en Poggio is dat eigenlijk een soort lead-out, dus uh, we hebben nu een laakhook geprobeerd, dat was niet echt doorgesproken van, van voren, maar wij probeerden messeuren als eerste op te dragen op de klim. Maar dat wil wel altijd zeggen dat je van achter moet komen om aan een, uh, aan een tempo te beginnen voor de klim te rijden, waardoor je daar al twee, 200 meter, is het maar, maar dat mm -hmm. kunt uitstellen. Ze moeten allemaal achter komen, het heeft wat extra energie gekost. En dat zag je nu in uh, Milan Sanremo ook. Um, die moesten, die zaten niet ideaal gepositioneerd, omdat een soort, ja, het is, blijft toch ja, sprintvoorbereiding, kun je niet altijd zitten. Elke ploeg is sterk op dat moment, nog zeker richting Cipressa. Waardoor dat ze van achter moeten komen, er later aan kunnen beginnen. Uh, terwijl, als ze uitgeland zitten aan, op de Cipressa en ze kunnen allemaal hun job doen, maar nu was iemand zijn job al aan het doen en moest er nog iemand van de twintigste positie opschuiven, de inspanning doen, terwijl als ze eigenlijk al een tempo aan het maken waren, dan, kunnen ze, dan wordt de tactiek gewoon heel moeilijk in dit peloton. Ja. En dus won Jasper Philipsen. Ja. Ik ja. dat dat dan een direct gevolg is, maar hij won wel uh, Milan Sanremo. Wie is voor jullie, want we hebben het over de fenomenen Pogacar en Mathieu van der Poel gehad, maar wie is voor jullie de revelatie van het voorbije voorjaar? Voor mij is dat Maxim Van Gils, uh, ik heb net nog eens zijn een uitslagen bekeken en ik, ik raad iedereen aan om dat ook nog eens na te kijken, want dat is echt indrukwekkend. Hij begint in de Ruta del Sol, oké okay, dat was dan wel een onthoofde editie waar hij de tijdrit en dus ook het eindklassement won. Maar nadien uh, zijn eerste vijf koersen is hij altijd in de top zeven en dat zijn dan ja, in Frankrijk de Droomklassiek en de Fontklassiek of wat is het mm -hmm. ja, ook derde en vierde ja inderdaad dat zijn geen gemakkelijke koersen mm -hmm. het is niet omdat die bij ons niet op tv zijn dat, dat... die vallen dat... samen met het openingsweekend klopt, ons, klopt. Ja. Uh, dan rijdt hij Milan Sarremo zevende ja en hij trekt dat door tot uh, uh, in, ik denk in Catalonië valt hij dan wel uh, maar, maar nu uh, Waalse pijl derde pas na keuken vierde ja, dus, uh, dat is fenomenaal dat is goed. goed, goed ja. nee. hij had hij dan rugproblemen op een gegeven moment of zoiets? Zeker? Ja, ja, dat was misschien een kaart. Het momentum ja. is een beetje voorbij of zo, maar ja. hij pakt zijn eigen dan volledig terug. Uh, ja, richting, uh, en hij durft ook kiezen, hè, want Brabantse pijl zo voor, uh, van, allee, voor, voor Maxim denk ik uh, misschien wel een, ah, een koers zijn dat hem heel kort bij winden is. Mm -hmm. En dat hij kiest hem dan om dat niet te doen om, uh, om in Amstel en, uh, en dergelijke beter te zijn. Dus, mm -hmm. Dat is, ook iemand, dat is ook wel iemand die kozen durft maken. Want Brabantse Peil uh, is gewoon de koers met het minste deelnemersveld waar je uh, waarschijnlijk uh, een hele korte uitslag En Dus dat vind ik ook wel chapeau eigenlijk, dat je dat uh, durft. Ja. Is hij voor jou ook de revelatie, Quinten? Ja, toch zeker. Een van, uh, van de Maar Hij heeft het natuurlijk in het vorig jaar ook al bewezen. Dat hij is nu wel echt die constante gevonden. Uh, uh, maar ja, misschien ja, van Giel zal het toch niet ver. Maar Vind we, ja, je kunt dan ook zeggen, Lawrence Pitty bijvoorbeeld, dat is ook ja. een ding. Uh, voor mij is dat ook een beetje de Romeinse uh, Grégoire mm -hmm. Is ook wel echt toch een indrukwekkend. Uh, een heel jonge gast eigenlijk. Dus er zijn wel enkele mannen die toch. Uh, ja, de jeugd komt er uh, elk jaar aan. Ja. Ja. ja, inderdaad. Er zijn er een aantal, een aantal van die, uh, die Franse. Paul, Paul van. Uh, uh, die ja Ja, Ja, La Pera, ja, ja. Okay. Uh, die, die daar. Ineens zo twee koersen in Frankrijk na elkaar wint, waarvan je zo nog zou kunnen denken: oh, dat is ja. misschien wat toeval, maar dat, dat bestaat niet. Nee, hè. En dan ja, bevestigt hij direct hè, twee, twee, drie weken later, is hij gewoon ook op het, op het voortoneel in, in de grote koersen. Dus. Ja. Ja. Dat vind ik wel leuk dat, dat er niet zo niet. af en toe uh, van die jongens ineens naar boven komen. Veel Fransen, uh, veel uh, Fransen doen tegenwoordig ook. Uh, mm. ja, jonge Fransen, er is echt wel een jonge Franse generatie op, uh, op komst, uh, met veel talent en ik een indruk. Ja, over de jonge generatie gesproken. Jij komt van de Eroica Juniors, uh, Rittekoers. Je hebt dat al aangehaald, ja. uh, Serge. Die viel dan samen met het weekend van Luik naar luik ongeveer. Wat heb jij daar uh, meegekregen? Want eigenlijk is de juniorencategorie de lichting waar we nu naar moeten kijken voor de komende jaren. Hè? Ja, zo is dat. Die, die juniorencategorie wint aan belang. En, en eigenlijk na afloop van die categorie is echt zoal bijna een, een, een keuze gemaakt voor die renners. Van ja, jij gaat het maken en, en jij niet. Uh, dus dat is echt heel, een heel cruciale categorie geworden. Um, de Eroica-wedstrijd, Nations Cup uh, in Italië, is eigenlijk. Vierdaagse rittenkoers, nieuwe rittenkoers uh, rond Siena uh, met uh, Strade Bianca. Dus uh, elke dag uh, gravel, gravel wegen, uh, hele mooie wedstrijd. Jammer genoeg uh, hebben we één dag eigenlijk de koninginrit. Slecht weer gehad onderweg en dan is de rit uh, door, door het slechte weer geannuleerd. Um, maar ja, vier van onze jongens waren in top 15, dus op internationaal niveau in de, in de eindstand. Ja, en, en er is opvolging verzekerd, hè. dat kan ik al wel zeggen. Er zijn, ja. uh, na Remco, na Kian Uitenbroek, na Maxime Van Gilsen, ja, staat de volgende generatie klaar. En, en, uh, het zal niet lang duren eer dat we die gasten ook op, op het hoogste niveau gaan zien. Ja. Ze komen niet allemaal meer uit de cross, <laughs> eigenlijk. Nee, nee. Met jouw generatie het geval was. Maar ook, die jongens hebben eigenlijk uh, al vrij snel toegang tot alles. Je uh, hebt die voedingsapps, die ja. redelijk toegankelijk zijn. Uh, YouTube staat vol over hoe dat met alle ploegen heeft. Alla, gelijk wij ook. We publiceren veel zelf, onze ploeg. Maar gelijk Jumbo, Trek en, en al die andere ploegen, die zetten zelf veel uh, video's, inside video's uh, op het internet. Uh, ja, je hebt podcasts die je kunt luisteren. Je hebt al zoveel informatie, terwijl vroeger moest je een beetje gaan. Dat is zo, ja. Gaan polsen bij andere ploegmaats, oudere ploegmaats. Van, ja, oh, hoe zit het? Zo? Hoe zit ja, dit en... ja, die zijn eigenlijk al volledig ondergedompeld in dat bad van profielrennen. Terwijl, ja, toen ik belofte was hoe een prof trainde, dat was gewoon een black box. Dat wist je niet. Hè? Ik bedoel, er, ja, er bestond geen Strava of vermogensmeters of vermogensfiles die gedeeld worden. Mm -hmm. dat, ja, je had er geen idee van hè? Hoe, hoe een Bogert of een Museeuw trainen of van Peterham. dat, dat was, ja En nu is dat heel transparant geworden. Wat ook betekent dat die gasten alles gaan kopiëren hè. en als ze heel ambitieus zijn, dan denken ze ja, ik ga proberen al, nu al oh, te leven zoals die profs. Uh -huh. uh, wat misschien niet altijd nodig is of niet altijd ja, heel gezond maar het is wel een feit, en daar kunnen we zeker niet blind voor zijn, dat alles opschuift en je, je kan je ook niet permitteren om, om de boot te missen en te zeggen ja. oh, ik ga er op mijn 22, 23 is voor beginnen leven, want dan, uh, ja, dan kom je te laat en dan, dan ga je het ook niet meer maken. Dus. Mm -hmm. Ik hoop die niet dat we daar binnen tien jaar conclusies moeten uittrekken dat op 26 en 27-jarige leeftijd er al uh, herinners mee ophouden. Uh. Ja, maar dan komen we weer bij hetzelfde wat we straks zeggen. Hè. Je moet altijd zien dat je er plezier aan beleeft. En dan zijn ja, het, dan is Mathieu en, en uh, Tadei zijn, zijn perfecte voorbeelden. Hè, van mm -hmm. Zo toch een beetje ja, toch een beetje met, met, met een bepaalde flair, zo door, die, door die carrière gaan. En, en, en niet, niet alles. Uh, Berekend en afgemeten. En, ja. mm. Wat staat er nog op je programma de komende tijd, Quinten? Uh, normaal sta ik volgende week zaterdag aan de start van, uh, van de Giro. Dus uh, het wordt nog uh, even een korte voorbereiding nu. De vorm is goed, maar even uh, een nieuwe hoogteprikkel nog proberen erin te krijgen. En, uh, en ja, zo fris mogelijk volgende week aan, uh, aan een Giro gaan. Naar waar trek je op hoogte? Of wordt het een uh, hoogtehotel ja, ergens? nee het wordt, uh, ja, Er is een tent geïnstalleerd rond mijn bed en uh, met een generator iets verderop. Uh, het gesimuleerde gesimuleerde hoogtehuis worden. <laughs> ja, ja. Um, een laatste ding. Heb je de nieuwe wereldbekerkalender van de Cross al eens kunnen bekijken? Die gecomprimeerder is dan de voorbije jaren. Twaalf maandjes op ja, goed twee maanden. Ja, ik heb het. Uh, wel eens bekeken. Ik heb niet elke maandje uh, het wolf, maar uh, ja, ik heb hem wel eens bekeken. Het is uh, ja, iets nieuws. Uh, uh, ja, uh, het enige waar ik, van, waar ik hoop is dat ze niet per se willen forceren dat Wouter Mathieu op die manier toch in het filter gaat blijven en kunnen meestraden. Voor mij een wereldbeker is ook wel, het is de cross. En de crosser moet de wereldbeker winnen en niet dat het aantrekkelijk wordt om voor Wouter Mathieu uh, om het eigenlijk nog dat op een palmarès buiten schrijven. Of, ik bedoel, ik vind uh, een crosser dat moet van het begin van het seizoen tot het einde van het seizoen. Wie de beste crosser is, wint de wereld beker. En dat moet niet aangepast worden naar coureurs of zo. En ik weet niet dat dat in dit geval gebeurt en dat het in november ergens begint. Maar het geeft wel zo die indruk. En, uh, ik weet niet dat dat de manier is om het en meer te promoten. Nou, ja, zeg. het is inderdaad van eind november tot eind ja. januari ga je nog crossen. Ja. Um, ja, ik denk het wel. Uh, dat moet na het seizoen eens bekeken worden. Uh, maar ik doe dat wel graag en ik denk dat dat wel geen slechte prikkel is. Ik ben het gewend ook. Uh, alleen ja, als het, uh, het te veel wordt, worden het te veel. En dan, uh, dan doe ik ook wel eens een winter overslagen, denk ik. Maar uh, voor nu, uh, hoe het er nu uitziet, wel, denk ik. Okay. Goed, mannen, we moeten helaas al afsluiten. Bedankt voor de komst en de interessante bijdrage. En veel succes de Dank komende wel. tijd. Ja, ook Serge, met junioren uh, en uh, al waar je mee bezig bent. Bedankt voor het kijken. Iedereen, en graag tot een volgende keer. Graag tot een de volgende jaar.